Goeiedag allemaal, ik ben Bram van Kampenhout van Topcon Sokia België. En in deze reeks video's zal ik u laten zien hoe een 2D AutoCAD tekening te converteren naar een 3D project dat helemaal gereed is om een Topcon machinesturing mee te laten werken. Dus het eerste wat we zullen doen is een nieuw project aanmaken in Magnet Office Site. En bij de aanmaak van het project kan ik er meteen een titel aangeven. Titel eerst invullen. Demo 2D naar 4D, dat is ook mooi, maar ik ga het bij 3D houden. Straat door een veld 141, dat zel ik. En we zijn 18 juni 2013. In de volgende stap kan ik aangeven welke eenheden ik wil gebruiken in mijn magnetomgeving. Die zijn allemaal al goed ingesteld, dus daar kan ik gewoon overgaan. En ik ga meteen door met het importeren van data uit een AutoCAD tekening. En je kan hier zien dat je nog een hoop andere bestandsformaten kan gaan importeren in de Magnet Office omgeving. Kiezen van de juiste AutoCAD tekening. En nu heb ik de mogelijkheid om rechtstreeks in de importfase een conversie van millimeter te doen. Nu, ik weet dat mijn AutoCAD tekening als eenheid meter heeft, dus ik moet geen conversie doen. En ik wil punten aanmaken op de 2D polylijnen. En ik ga gewoon gelijk door met het importeren van de AutoCAD tekening. Nu, deze stap die duurt heel even, omdat al de elementen van de AutoCAD DWG file moeten omgezet worden naar de Office Site database. En alle punten die worden omgezet naar AutoCAD punten. Lijnen blijven lijnen. Polylijnen blijven ook polylijnen. En een 3D polylijn wordt omgezet naar het string formaat in Magnet Office Site. Zo, ondertussen is heel de tekening geïmporteerd. We krijgen hier gewoon het bovenaanzicht te zien. Dat is dus een weergave van de model space in AutoCAD. En wat we meteen even kunnen gaan bekijken is hoe deze tekening eruit ziet in de Google Earth omgeving. En dan kunnen we meteen ook gaan checken of het coördinatensysteem dat hier gebruikt is wel het juiste is. Dus daarvoor kies ik gewoon in mijn toolbar bekijken met Google Earth. En als ik die opstart, dan gaan we gewoon naadloos over naar de Google Earth omgeving. Dan gaat hij meteen gaan zoomen naar de juiste plaats. Dan zien we dat we hier een project hebben in de haven van Gent. Dan ga ik even ervoor zorgen dat we een mooi bovenaanzicht krijgen. En als we daarop gaan inzoomen, dan kan je zien dat de straten echt mooi aansluiten met het fotomateriaal van Google Earth. En krijgen we meteen een eerste idee van de inplanting van het nieuwe model. Zo, tot zover het eerste deeltje van de demonstratie.